Dit is een programma van de Tabernakel of Faith and Love Ministries, afdeling Blauwgrond. We zijn heel erg dankbaar om u vandaag te bemoedigen met een korte overdenking uit Gods Woord. Wij bidden dat Gods Woord u tot zegen mag zijn en dat u hierdoor de diepe dingen van de Heere mag ontvangen en mag begrijpen. Goedemorgen, lieve luisteraars. Weet dat God aan uw kant staat, lieve mensen. U bent gemaakt om de levens van de mensen om je heen te beïnvloeden. Amen. God wil door u en mij heen zijn liefde, zijn geduld, trouw en vrede laten zien. Omdat God aan uw kant staat, is het zeker dat u elke strijd wel zal overwinnen. Hij komt voor u op, lieve mensen, en vecht voor u. Amen. Ik ben broer Ali Toei Kromo, ouderling in de gemeente Tofaal Blauwgrond. Laten we samen deze dag opdragen aan de Heer. Hemelse Vader, ik dank u, Koning Jezus, dat ik u mag roepen deze ochtend. Hier ben ik, aan het begin van een nieuwe dag. Ik wijd deze nieuwe dag aan u toe. U bent mijn kracht, mijn leven en het licht dat mij leidt. U bent in mij het licht dat rust brengt in elke situatie. Vandaag koester ik het feit dat ik in u leef, beweeg en besta. Al mijn plannen, hoop en dromen zijn op u gericht, want ik weet dat u alles hebt volbracht, Koning Jezus. Ik vraag u om mij te gebruiken zoals u wil, om bij te dragen aan de voltooiing van uw prachtige werken voor uw glorie. Ik voel uw liefdevolle aanwezigheid en ik besef dat ik door de Heilige Geest de hele dag liefde, kracht en vreugde mag uitstralen. Ik bid en ik vraag u, Koning Jezus, sta aan bij in de naam van Jezus. Amen en amen. Lieve mensen, ik ga het vandaag hebben over Jezus roept u. De Bijbel leert ons dat Paulus een van de mensen waren die tegen het evangelie van Jezus Christus de strijd voerde. Amen, jullie kennen het verhaal zo'n beetje. Hij had zo'n haat ontwikkeld tegen een ieder die de naam van Jezus Christus beleed. Totdat hij een ontmoeting met Jezus had. En de ontmoeting veranderde Paulus compleet. En vandaag de dag behoort Paulus tot een van de grootste mannen Gods. Denkt u dat Paulus bewust was van de pijn en het leed dat hij de mensen aandeed? Denkt u dat er een stem was die tot hem sprak om hiermee op te houden? Hij kwam de mensen tot in huis halen om ze vervolgens op te sluiten en in de gevangenis te werpen. Staat in Handelingen 8, vers 3. We lezen hier dat men uit hun huis gesleurd werd en ik weet dat het 100% heel erg heftig aan toe ging. Lieve mensen, het woord sleuren kan niets liefs of aardigs betekenen. Ik geloof dat een stem tot zijn hart sprak. Maar hij luisterde niet of hij hoorde het en negeerde het totaal. En ging door met zijn duivelse praktijken. En God vond het nodig om hem te verblinden en rechtstreeks tot hem te spreken. Dat staat in Handelingen 9 vers 4. Geliefden, vaak denken wij dat de dingen die we doen niet gezien worden. Dus gaan wij maar hiermee door. Wist u dat God alomtegenwoordig is en alles ziet? Staat hier duidelijk in Spreuken 15 vers 3. De ontmoeting veranderde Paulus compleet en vandaag de dag wordt Paulus tot een van de grootste mannen Gods. God heeft vanaf het begin aan de wens gehad dat wij in intimiteit met hem zouden leven. De manier waarop hij ons gevormd heeft is met veel liefde gedaan. Bij de gehele schepping sprak God en het was er. Maar de mens heeft hij met veel aandacht en zorg met zijn eigen handen gevormd.
heeft ons gevormd naar zijn beeld en gelijkenis. En blies zijn levensadem in ons. Wat een machtige God dienen wij. Wat een goede God dienen wij. Hoe intiem zou dat zijn. God wil dat we op hem moeten vertrouwen, lieve mensen. Hij wil dat wij op hem moeten vertrouwen. En dat wij bij hem kunnen komen. En dat we onze gehele leven, het maakt niet uit of het klein of grote dingen zijn, dat wij het met hem kunnen delen. Maar soms verstoppen wij ons voor God. Niet waar, lieve luisteraars? Omdat we ons schamen en onszelf niet goed genoeg vinden. Amen. We voelen ons niet aardig genoeg om in zijn nabijheid te zijn. Maar ik wil u vandaag bemoedigen, lieve luisteraars. Maar God roept u. Waar bent u? Amen. We voelen ons soms zo minderwaardig. Die gevoel krijgen we. Een soort minderwaardigheidsgevoel. Amen. Adam en Eva. Dan wil ik u terugbrengen naar Genesis. Adam en Eva ontdekken vanaf het moment van de zondeval dat ze naakt zijn. Dat is wat schuldgevoel, schaamte en angst met ons doet. Dat wij onszelf naakt voelen, want we zijn extra kwetsbaar. En luister hier, ondanks het feit dat de daad van Adam en Eva consequenties had, laat God hiervan uit zijn liefde en hoe genadig hij is, ziet u hoe genadig hij is, wat hij ook gedaan hebt in uw leven, of misschien nog wel eens verkeerd doet, God zoekt u, hij houdt van u. Dat heeft hij altijd al gedaan en hij zal het ook blijven doen. Hij heeft het gedaan met Adam en Eva. Ondanks ze ongehoorzaam waren, zag God toch naar Adam en Eva. En zo ook deze tijd, lieve mensen. Ga niet denken, je hebt iets gedaan en dan is de Heer klaar met u. Nee, hij zoekt elke keer weer naar u. Hij heeft u nodig. Hij wil u redden. Sta open voor de Heer. Hij is er om u te helpen. Heeft u het idee dat u nog wel eens verstopt voor God? Door schuld, door schaamte of angst? Hoort hem roepen. Waar bent u? En hij roept u deze ochtend. Waar bent u? Maakt niet uit wat u heeft gedaan. Maakt niet uit welke zonde het is. God roept u, lieve mensen. Jezus heeft niet alleen de schuld, schaamte en angst van u weggenomen. Hij heeft ervoor gezorgd dat het weer mogelijk is om in intimiteit met God te leven. Om weer vertrouwen in God te hebben. Net als Adam en Eva in de tuin met hem te wandelen en van hart tot hart met hem te praten. Hij wacht op u. Hij wil met u praten. Verstop u niet meer. Verstop je niet meer, maar kom in zijn aanwezigheid. Dat is God verlangen. Kom in zijn aanwezigheid. Hij wil u helpen. Laat angst, laat schaamte uw leven niet leiden. Maar laat de Heer uw leven leiden, lieve luisteraars. Iedere christen is geroepen om Jezus te volgen. Lees bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk van 1 Korinthe. 1. Paulus schreef aan de gemeente als heiligen in Jezus Christus. En ook in vers 9 kunt u ook lezen. Schreef Paulus dat je als volgers van Jezus geroepen bent om in gemeenschap, in relatie met Jezus Christus te zijn. Of zoals Petrus schrijft in 1 Petrus 1 vers 15. Dat u geroepen wordt om heilig te zijn omdat God heilig is. Amen. Omdat God heilig is. U
kunt ook de opdracht, de roeping krijgen om speciaal opdracht uit te voeren. Abraham bijvoorbeeld. Amen. Abraham bijvoorbeeld kreeg de opdracht om te emigreren. Dit kunt u lezen in Genesis 12 vers 1. En Paulus kreeg de opdracht om de heidenen het evangelie te vertellen. Amen. U kunt het lezen ook in Handelingen 9 vers 15. Mozes werd geroepen door God om het volk Israël uit Egypte te leiden. En vervolgens gaf Mozes deze opdracht jaren door aan zijn opvolger. En wij zijn ook geroepen, lieve mensen, geroepen om het evangelie te verkondigen. Ook we zijn geroepen om de blijdschap te verkondigen. We zijn geroepen ook om mensen te redden. Lieve mensen, als God u geroepen heeft, luister goed, belooft Hij u ook bij te staan waar u ook naartoe gaat. Hij gaat u bijstaan, lieve mensen. Toch Hij gaat u alles geven wat u nodig heeft om het evangelie te verkondigen. Wat u moet doen, cijfer uzelf weg. Lieve mensen, cijfer uzelf weg. Durf uw fouten toe te geven en u zal de balans vinden die haalbaar is. U zal de balans vinden die haalbaar is. En de zegen van God gaat op u rusten. De vrede van God gaat op u rusten. Amen. U gaat zien. U gaat een mens zijn die een lief gaat hebben. Die succesvol gaat zijn. Amen. Laat deze woorden u echt bemoedigen, lieve mensen. Jezus roept u. Maakt niet uit wat u allemaal heeft gedaan. Maakt niet uit. U bent een moordenaar. U zit in de gevangenis. Maakt niet uit wat u allemaal heeft gedaan. Maakt niet uit. God zegt, kom zoals u bent. En Hij gaat u gebruiken. Hij gebruikt de mens. Hij gebruikt altijd de mens om zijn opdracht te kunnen uitvoeren hier op aarde. Lieve mensen, als u geluisterd heeft naar deze mooie boodschap en u zit op een kruispunt, u weet geen raad mee, ik wil samen met u bidden. Laten we bidden. Sluit uw ogen. Ga we samen bidden. Heren, onze lieve Vader, wij danken u, Heren, voor deze mooie ochtend. Heren, we danken u voor uw woord, Koning Jezus, die ons sterkt, die ons richting geeft. U roept elk mens tot een leven van heiligheid en geluk en nodig ons uit uw stem te verstaan en u te volgen. Dat is niet eenvoudig in deze wereld waarin wij leven. Veel weerhoudt ons ervan om aan uw roepstem gehoor te geven. Daarom bid ik deze ochtend, Koning Jezus. Schenk uw geest van wijsheid aan iedereen, vooral aan de jonge mensen, die u wel zouden willen volgen, maar te midden van de vele mogelijkheden die het leven biedt, geen keuze durven te maken en alle opties open houden. Help hen hun hart te openen, Koning Jezus. Help hen hun hart te openen voor u en zich aan u toe te vertrouwen. Geef ze een bewogen hart, een hart voor liefde, en dat liefde van u altijd centraal mag staan. Ik leg dit alles in uw wonderbaarlijke naam, in Jezus' naam. Amen en amen. Lieve mensen, de Heer is er om u te helpen, om u bij te staan. Stel u open deze ochtend en geef uw leven aan de Heer. Amen. Als u iets heeft dat u graag wil delen met mij, kunt u gerust appen of bellen, kunt een bericht sturen naar het nummer 8757385. Nogmaals, 8757385. Abon,
God bless you. Bedankt voor het willen luisteren naar deze korte overdenking. U bent natuurlijk van harte welkom op onze samenkomsten op de zondagmorgen om 10 uur en op de dinsdagavond om 6:30. We hebben dan onze Bijbelstudie en bidstond of onze huiskringmeeting. Verder hebben wij elke laatste zondag van de maand een gebedsdienst waar we samen gaan bidden en tot God roepen om zijn gunst. We kijken vol verwachting uit naar uw bezoek.